Ik sta hier met Michiel Lassie van de start-up Bruxlab. Michiel, wat is Bruxlab? Bruxlab is een app waarmee je kan ontdekken of je tanden knarst 's nachts. Nou, is dat nou interessant? Hoeveel mensen doen dat? Ongeveer 8% van de volwassenen. Ik ben van oorsprong tandarts en problemen herkennen mensen niet, omdat je niet weet dat je het 's nachts doet. Maar ongeveer 3-4% van de mensen die iets echt chronisch doet, kan op lange termijn echt een probleem hebben. Oké, wat zijn de gevolgen van dit knarsen? Nou, dat je je glazuur wegknarst en dat je bijvoorbeeld zulke gevoelige tanden krijgt dat een glaasje koud water al pijn doet. En dat je mooie tanden recht worden. Dat moet je maar eens goed kijken. Je kent vast al iemand in je buurt die een heel kaarsrecht gebit heeft. Nou, ja? Dat is niet natuurlijk. En vooral bij de dames is dat niet zo fraai, moet ik zeggen. Oké, dus niet fraai en het is ook nog hartstikke duur, want je tanden gaan eerder kapot. Je moet vaker naar de tandarts en het is pijnlijk. Ja, het is ook gerelateerd aan stress. Dus mensen die knarsen hebben vaak toch wel een stressvol leven schijnt. Oké, moet ook even naar de psycholoog. En wat heb jij dan voor een oplossing? Wat heb je voor een app-oplossing daarvoor? Nou, het probleem is natuurlijk dat je het ziet als tandarts tijdens de halfjaarscontrole. En dan zeg je tegen mensen, ja, je tanden knarst. Maar ja, zeggen ze, nou, ik weet het niet, ik heb geen last. Dus dan vraag ik, er is een appje nu, leg het even naast je bed een nacht. Die neemt geluid op en die filtert tandenknarsgeluiden. Dus 's ochtends als je wakker wordt, kun je beluisteren of jij hebt getandenknarst en hoeveel. En als je het veel doet, ja, dan moet je wel worden behandeld. Oké, laat even zien. Oké, dus dit is hem, ja? Dit is hem, nou. Je start hem op. Do I grind? Ja. Nou, je legt hem naast je bed. En je kunt instellen of je bijvoorbeeld een stressvolle dag hebt gehad. Dan kun je het later weer vergelijken of je meer of minder hebt geknarst. Maar laat het menu zien. Ja. Nou, je kunt eventjes het menu zien wat je moet doen. Dus je moet hem wel aan de oplader houden. Hij blijft de hele avond... Niet te ver van je kussen, niet te laag. Je moet hem liefst naast je bed leggen of boven je. Ja. Nou, je moet alleen slapen. Je moet alleen slapen. Ja, dat de buurman is iets, die kan dan ook knarsen. Dus dan weten we niet zeker dat jij het was. Oké. En ondersteboven. Achterkant weten niet veel mensen. Er zit een derde microfoon bij een iPhone. Ja. Dus daar moet je ondersteboven liggen. Okay. Nou, deuren dicht voor het achtergrondgeluid. Neemt je beter op. Heel duidelijk, ja. Nou, leg je naast je bed en je drukt op start. Hij wil eventjes toegang tot je alarm. Nou, ik zal het alarm even uitzetten. Maar start. En dan gaat hij opnemen. En nu, als ik dan zou tanden knarsen, onthoudt hij wanneer je hebt getandenknarst en hoe lang. Dus ik zet hem nu op stop. Nou, nu heb ik natuurlijk niet getandenknarst. En bereken nu, dan heb je 0 keer knarst. Oh ja. Precies zien wanneer je s'nachts wel. Maar ik heb je nog een verleden, ja, voor mijn history. Bijvoorbeeld, even kijken hier. Ben jij zelf een knarser? Nee, dit was een testje. Dat doen we dan in het laboratorium. Oké. Maar dit is bijvoorbeeld een, kun je terugluisteren. En dan hoor je dat iemand knarst. Ja. Nou, en dan kun je ook zien hoeveel je hebt geknarst over de dagen heen. Dus dit zijn natuurlijk een test van mijzelf. Ja. En dan kun je het vergelijken. En dan kun je remedieën, bijvoorbeeld stoppen met roken, scheelt. Ja. Dan kan je ook de volgende tijd of je daardoor minder knarst. Nee. Alcohol, stressvolle dagen. Nou, dus dat soort dingen kun je allemaal meten zelf. Oké, hoe betrouwbaar is dit nu? Nou, we hebben het gevalideerd. Dus we zijn CE gemarkeerd, heet dat. En we zijn nu bezig met de Radboud Universiteit om hem wetenschappelijk te valideren. Oh ja, en jij zit ook bij Rockstart? Ja, Rockstart Digital Health Programma. Je bent gekozen in hun programma. Van de duizenden start-ups ben je een van de 68. Ben je een van de 68 waar ze in geïnvesteerd hebben? Nee, een van de laatste 10 zelfs. Ja, een van de laatste 10. Ja, Oké. Dus dat is al een hele eer. En dan zit je dus met Lucien van Engelen, zeg maar, daar. Maarten Brabar. Dus een paar usual suspects binnen de gezondheidszorg. Ja. Zeker. En dit is dus, wat is het businessmodel wat hieruit gaat vloeien? Nou, dat tandarts de app gaan voorschrijven en zij moeten die geluiden wel beluisteren. Dus een tandarts krijgt een account op onze website en daarvoor gaat hij een jaarlijkse fee betalen. En, de tandarts gaat betalen? Ja, het is een B2B2C model. Ja, ja. En voor dus voor de patiënt is het gratis? Ja, zeker. Oké. Ja. En dan en wat moet dan zo'n tandarts betalen voor zo'n voor een jaarlijkse subscription? Nou, we zijn nu aan het testen, dus die prijs zou tussen de 200 en 300 euro per jaar komen. Ja, dus op zich is dat helemaal niet veel. Want krijgt hij dan ook weer meer werk uit? Want hoe krijgt hij dat geld terug? Nou, door als het een chronische knarser is, door te behandelen en dan weet je het zeker. Dus je wil zeker weten voordat je gaat behandelen of de diagnose juist is. Hij moet wel investeren om een betere diagnose te kunnen stellen voor zijn cliënten. Dat is wel een vrij forward thinking tandarts.
Ja, maar die want hij kan ook gewoon beginnen met behandelen en langzamerhand erachter komen of het wel of niet werkt. Dan krijgt hij toch het geld van de verzekering of van de patiënt. Nou, dat is, geloof me, gemiddelde collega's zijn zo niet ingesteld. Je wil gewoon de beste zorg voor je patiënt. En daarnaast is het natuurlijk... Ja, daar heb ik natuurlijk enorm veel vertrouwen in. Dat de collega's het beste voor mij willen. Nou, ik kan je even zeggen, Michiel. Als ik bij mijn vriend op de tandartsenstoel zit en hij zegt... Ja, moet toch weer een wortelkanaaltje doen? Ja. Moet toch weer even gewoon... Ja, nee, ja, dit moet er even af. En die brug moet afgebroken worden, moet weer opnieuw. Ik heb niet zoveel vertrouwen in de enorme... Dat, ik heb toch wel echt het idee dat die... Dat tandartsen toch behoorlijk goed voor zichzelf zorgen. Nou, met deze app kun je controleren dat de behandeling werkt. Ja, dat is en waar. Ook zelf controleren. Ja, daarom zou ik het als patiënt wel graag willen hebben. Ja, dat is misschien ook een businessmodel, maar zo denk ik. Een hele mooie app. Iemand die gelooft in het vertrouwen van de tandarts. Kijken of het businessmodel over een jaar nog steeds hetzelfde is. Maar in ieder geval heel nuttig. 8% van de bevolking, uw knarst. En dat moet anders. Tot ziens. Brugslab.com. Ja. Brugslab.com.